en ik deel mijn smart. Met mijn lied maak ik de mensen blij. Ja, ik hoor erbij. Ik geloof. De nieuwe single van René is af, dus moet er een videoclip opgenomen worden. En om de totaalbeleving René Leblanc kloppend te maken, gaan ze op zoek naar een nieuwe outfit. Heb je al een idee wat je wil? Ik heb geen idee. Laat me gewoon even een beetje rondsnuffelen daar of zo. Denkend dat je niet zo'n heel opvallend outfit moet kiezen, want het is een beetje een romantisch nummer. Even kijken. Hey, Sherilyn. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Leuk je weer te zien. Hi. Ja, heel erg leuk. René, hè? Dat hebben we afgesproken altijd. Hè, René. Nou, ik zou vertellen, ik heb een nieuwe cd. Die moet nog uitkomen. Ik ben weer terug naar mijn oude roots. Ik sta natuurlijk bekend als een Nederlandse Engelbert Humperdinck. Ja. En we hebben wel een keer wat Nederlandstalig gedaan. Maar goed, dat weet jij dan. Maar weet je, dat is niet mijn dingetje. Ja, mijn stem is voor Engels gewoon. Ja. Hoe ik jouw naam al uitspreek. Sherilyn. Dat is gewoon, Sherilyn. Dat is gewoon Engelstalig. Ja, dat is gewoon tuurlijk. Mooi. Dus, nee, ik hoor het. Dus we willen eventjes misschien een colbertje en weer een apart overhemd. Je wordt een dagje ouder en je probeert er op podium goed uit te zien. En ze zeggen vaak, ja, kleren maken de man. Ik weet niet of dat zo is natuurlijk. Maar kijk, je bent artiest en dan wil je ook gewoon er zijn voor je publiek. En ik heb de mazzel dat ik nog een bos mijn haar heb, dus daar ben ik blij om. Maar ja, weet je, ik denk dat ze ook komen voor je stem. Maar goed, ja, misschien dat het oog ook iets wil. Weet je, ik heb altijd een uitgesproken smaak. En dat is al jaren zo. Ik ben ook heel lang geleden weer de trendsetter geweest van de hoge boorden. Het was vroeger in de jaren 70, het was er heel erg in. En ja, ik ben daarmee begonnen. En op een gegeven moment zag ik steeds meer mensen in de artiestenwereld zag ik op een gegeven moment komen met hoge boorden. En dat kan natuurlijk toeval zijn, maar ik was toen wel een van de eerste die daar weer mee begonnen is. Ja, maar nu zie je het niet zoveel. Nee, nu zie je het niet veel meer, maar ik vind het gewoon mooi. Ik vind het We gaan mooi. Er weer een trend van maken. Het staat je mooi, hoor, dat donkerblauw. Ja, het staat wel mooi. Kijk aan. Yes! If I tell you that I love you, forever you'll be mine. Dat is beter, Jan. Ja, die is het beter, ja. Zie? Ik vind het wel gaaf. Het is heel apart, ja. Ben je niet gewend van jou? Nee, ik ook niet. Toen Sherilyn zei van ik heb bloemetjes. Ik denk, ik weet niet, bloemetjes. Ja, toen dacht jij al van, wow. Dus, maar ik vind hem echt wel een mooie kraag zit erop. En Sherilyn brengt René ook op een lumineus idee. Maar wat zou je ervan vinden om in mijn videoclip te spelen? In je videoclip? Ja. Nou, we kunnen daar eens over praten. Ja. Zeker. Zo, ja. Ik denk dat precies... Dat past bij het liedje. Het nummer heet If I Tell You. Dus het gaat eigenlijk over een liefde die ik moet zien te krijgen. Ja. En dan denk ik, als ik dit zo met Koen overleg, dat je wel in het plaatje zou passen. Ja, ik ben benieuwd, dan gaan wij zo werken. Ja, dat vind ik. Nou, dan gaan we het even over praten. Ja. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, hartstikke leuk. Je hoeft goed dansen. Maar, nee, je hoeft niet te dansen. Oh, oké. Nee, dan het is puur gewoon zoenen. Nee. Ja. Oh. Ik zeg ook heel mooi. Ja, nee, is goed. Ja, daarom dus. Hey, tot gauw. Wij zien elkaar. En ik bel jou morgen dan eventjes, hè? Ja, helemaal goed. Hey, bedankt weer, hè? Hey, jongens, bedankt, hè? Groetjes, hè? Hoi, hoi. Tot ziens. Zijn naam is René de Wit, maar goed, ik zit ook best wel veel in Duitsland, Oostenrijk en België. En ik hou van wijn, ik ben totaal geen bierdrinker, dus uiteindelijk hebben we besloten van, nou weet je wat, René Leblanc klinkt leuk internationaal en dat is hem geworden al 20 jaar lang. Ja. For all the ladies, I tell you why, yeah. Jongens, dankjewel en tot de volgende keer. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn... Als je direct binnenkomt en zegt van, hey, ja, dat is René Leblanc. En niet dat sommigen kijken van, wie is dat? En achteraf zeggen van, hey, dat is een goede zanger. Hè? Het is leuk als je binnenkomt en mensen zeggen, wij komen voor René Leblanc. Of daar loopt hij. Niet weggaan, hè? Kom zo. Ik vind gewoon dat ik die erkenning moet krijgen na zoveel jaar. En dat is gewoon mijn ding. Vorige week heeft René Leblanc zijn nieuwste single ingezongen bij de studio van Edwin van Hoevelaak. Vandaag hoort hij de afgemixte single voor het eerst. Jelan? Ja? Ik kijk even af... Of het nummer binnengekomen is. Want als het goed is, zou die wel vandaag binnenkomen. Oké. Okay. Dan start ik hem even op. Als jij misschien een bakje koffie of zo wil doen. Oh, ja. Even luisteren en dan... Is goed. Ja, komt eraan. Waanzinnig spannend. Zo benieuwd hoe die gaat klinken. Ja. Oh, hij is wel binnen, Jelan. Oh, ja. Maar koffie, kom eraan. Ja. Als het goed is, is hij er nu wel.
koffie. No matter when, no matter what, no matter why, what I feel is true. Cheers. Dat is mooi, hè? Klinkt het lekker. The first time I saw you, I felt your heart so close to mine. Is goed, hè? Top. Ik ga hem zo te dansen. Toiletje. Toch vind ik hem mooier als Nederlandstalig, voor mezelf. Ja, maar dat heb ik altijd gezegd. Ik vind jouw stem niet geschikt voor Nederlandstalig. Moet even... Moet eventjes bezinken, hè, nou, hè? Ja. De eerste keer. Oh, het einde is ook leuk. Is goed, hè? Klinkt echt top. Ja, daar ben ik geweldig. Blij mee. Ja. Het is meteen een padadam, pam, pam, pam. Dus mensen worden al meteen eigenlijk vrolijk. En ja, dan komt dit gewoon heel dicht bij Engelbert Humperdinck. Dus ik wil ook zeker het liedje aan hem laten horen. En ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Hallo, René LeBlanc. Wat zegt hij? Hallo, René LeBlanc. Engelbert Humperdinck, I'm talking to you from my home in California. And I thought I'd send you a little message of congratulations. With your new single, If I Tell You. And I hope you have a lot of success with it. And I, from what I hear, they call you the Dutch Engelbert. I'm very flattered, my friend. I'm very flattered. Good luck to you with everything you do. And don't forget, choose the right kind of material and you'll have a number one. Okay? There you go. I hope you have good luck with this one. Cheers, God bless. And I'll talk to you soon. Maybe when I get to the Netherlands. Okay, bye-bye. Dat ik natuurlijk... een boodschap krijg van mijn grote idool Engelbert Humperdinck uit Californië. Die spreekt mij persoonlijk toe. Ja, dat was voor mij een kippenvel moment. En voor Jolanda even een moment dat de lip ging trillen en die moest toch wel een beetje huilen. Want ja, eigenlijk alle ontlading komt er dan uit. Besef is het nog niet helemaal, maar ik heb het gezien. En maar dat they call you the Dutch Engelbert, my friend, dat komt wel even binnen. Ja, die man is een wereldster, hè, naar mijn welwezen. En als die dan zo'n compliment naar mij toe terugkoppelt... Ja, dan heb ik wel, als ik s'avonds op bed lig, dan gaat die film die gaat draaien. En dan valt pas mij het kwartje. Dat ik denk van, ja, potverdorie man. Engelbert Humperdinck, die tegen René LeBlanc uit Nijmegen zegt... goed liedje, maar je bent ook een goede zanger. Je hebt een mooie, volle stem. Dan ja, is dat toch wel iets heel moois, zeg maar. Wat je weer wel je mag het op je cv zetten, zeg ik dan maar. Dus nee, dat is wel geweldig, ja. Met een goed plan en een mooi pak kan de one-man show beginnen. De Dutch Engelbert en zijn vrouw zijn onderweg naar regisseur Koen van Hoevelaak. Vanmiddag wordt de clip een feit. Maar ik wil gewoon... de verhaallijn wil ik gewoon duidelijk hebben aangegeven nu. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus bedoelde, ja, het nummer heet If I Tell You. Forever You Be Mine. Maar ik heb geen zin om gewoon ergens te lopen dat ik denk van... Koen, wat goed met de clip zijn, laat ik dat voorop stellen. Ja, ja. Maar ik wil wel even nu gewoon expliciet gewoon een hele goede verhaallijn erin hebben, zeg maar dan. Ja. Hoe is het, man? Ja, goed, joh. Ja, lachen, man. Hi. Hi, hi. Ja, goed. Ja, wat op papier gezet of zo? Ik heb wat dingetje op papier gezet. Okay. Het idee wat ik dan had om een beetje leuk te maken. Ja. De bedoeling is, dat gaat nog een beetje schuiven met de inhoud, maar dat je uiteindelijk op zoek gaat naar de vrouw waar je zo enorm van houdt. Ja. In dat verhaal. Okay. Jolanda, ja, in dit geval... Mag ik even inhaken dan? Ik heb misschien iets heel leuks toch gevonden. We hebben net de kleding gepast. En er is een meisje, Sherilyn. Het echte meisje waarvan ik denk, die past in de videoclip. Maar ik heb ze te observeren en we kennen elkaar al. Ja. Maar wat zou je ervan vinden om in mijn videoclip te spelen? In je videoclip? Ja. Ik wil niet zo'n standaard verhaaltje dat je dadelijk... Nee, ik ook niet. De deur opent en... nee, maar misschien... Al is alleen maar een silhouet van haar erin krijgen, weet je wel. Dat ja, heb iets apart. Het moet wel een beetje in het verhaal passen. Dat heeft al over nagedacht. Ja. Ja, nee, maar dat komt in één keer zo spontaan op. En dan denk ik van, ja, weet je wel, dan gaat het toch niet helemaal alleen om mij. Dan komt er toch nog iets in voor dat mensen weten. Hè, want je hebt die kijkers zat die denken van, oh ja, het is René LeBlanc en die luistert niet naar de tekst. Ja, maar dat mensen toch misschien, oh ja, het gaat inderdaad over een dame. Dat was mijn visie eigenlijk erop, weet je wel. Ja, het moet geen hoofdrol worden, dat niet. In de clip gaat René per scooter en oldtimer op zoek naar zijn liefde. Inmiddels heeft René zich erbij neergelegd dat de regisseur geen vrouw in de videoclip wil. Nou, we hebben natuurlijk best een leuke verhaallijn. Dus doordat zij niet mee kan doen in de clip nu, kunnen we het gewoon zo doen dat we gewoon een open eind hebben. Dus ik ga straks naar binnen toe bij die deur. Misschien een leuk vervolg voor het nieuwe nummer, dat we daar weer kunnen oppikken. Wat zijn nou te vinden achter mij? Ja, ik heb hier nog twee draadjes zitten die ik eigenlijk erop wil hebben, maar dat gaat er niet van.
We zetten de GoPro erop, zodat René dus van voren gefilmd kan worden. Maar het is leuk dat hij dan meezingt. Ik wil goede mensen om me heen hebben. Ik werk ook met een fantastisch team, hè, achter de schermen met producers en met de cameramensen die de videoclips van mij draaien. We maken altijd wel hele mooie clips, dus echt wel heel serieus. Dus ja, ik vind als je iets doet, dan moet je het ook professioneel aanbrengen. Ja, nou, succes. Man, toi, hè, met de vlam in de pijp. Ik heb natuurlijk best wel veel geïnvesteerd in videoclips. Maar ik vind, een product moet gewoon goed zijn. Ik koop ook geen biefstuk die over de datum is, hè, in de supermarkt. Dus ja, wat ik zeg, je moet blijven vernieuwen. Here we go! If I tell you that I love you, forever you'll be mine. Bel even ziekenwagen. Ja, alles valt eraf, Koen. Ik was de camera al kwijt onderweg. Ik blijf niet zitten. Ik kon me net vasthouden. Dus ik sta nu langs de kant van weg op jullie te wachten eventjes. Goed? Ja, het laatste stukje van het liedje, misschien 20 seconden, die stond niet meer op. Toen viel de camera eraf. Dus verder is gelukt. Goed? Hey, yo. Oké. Yo. Hoi, hoi, hoi. Daar staat hij. Zit er maar vier in. Dan ga ik even proberen achterin te gaan zitten en dan... Hey Koen, hij donderde eraf, man. Precies in het laatste stukje van het liedje. Ik kon me net vastpakken in het gras. En de bukte ik en mijn telefoon is ook... Dus ik ga, dat is een risicootje nu. Is hij kapot of... Nee, ik kon de telefoon nog vasthouden en de camera... Die nee, maar dat is dus goed. Dat ging dat hele, nee, maar als het meeste erop staat is er nog. Als jij even terugrijdt naar die bult, als ik mijn hand opsteek, ja, dan begin je te rijden. Dan kom je gewoon langs rijden. Oké. Okay. Gelukkig is de schade beperkt gebleven en kunnen de opnames doorgaan. Ja, oké. Nu is wel genoeg. Kun je misschien even de achterklep open doen? Ja, dankjewel. Hij doet het niet meer, zegt hij. Hey, benzine is op, man. Nou, dames en heren, zo maken wij de videoclip. Daar ziet u. Nou ja, dat is misschien nog niet eens zo erg. Omdat hij het niet meer doet, moet je een ander vervoermiddel houden. René wil een vette clip maken om zijn fans te bedienen. Een clip met een verhaal met een open einde doen het over het algemeen heel goed in dit genre. Ja, kooi. Tempo en loop maar verder. En dan is het handig dat hij naast zingen ook nog aardig kan acteren. Loop door. Maar even. Het idee is dat we nu eigenlijk een beetje diefstal gaan plegen. Maar dan gaan nu een bos rozen stelen. Nou, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Die heeft iemand laten liggen hier. Maar... alles voor de liefde, zo gaat dat in het leven. Oké, kom maar, René. En dan is het tijd voor de slotscène van de clip van René. Open! En kijk maar, René. En lopen door. Oké. Ik weet wie de autosleutel is.